Van harte welkom nog eens. Zoals Johan al heeft aangekondigd, ik ga het vandaag hebben over Kafka. Meer bepaald, hoe krijg je dat nu in productie? Wat zijn zo wat topics waar je eens naar kan gaan kijken? Zo wat pitfalls eigenlijk heel de presentatie door. Dat brengt mij eigenlijk ook direct naar de agenda. Ik ga eerst en vooral uitleggen voor de mensen die dat Kafka nog niet goed kennen, of een keer voor mensen een refresher. Wat is Kafka ook alweer? Wat zijn de basisconcepten dat jullie zeker en vast moeten mee hebben? We zijn nu ook met een relatief kleine groep, dus als er iets is of zo, een vraag tussendoor, ja, stel gerust, ga ik te snel? Ik heb nogal die neiging. Rem mij gerust af. Gaat het niet snel genoeg? Ja, zegt de volgende slide. Mij allemaal goed. Deze presentatie is mede tot stand gekomen dankzij de mensen van Selligent. Het is eigenlijk op hun case dat we gewerkt hebben en daaruit een aantal interessante zaken hebben vastgesteld. Ik ga jullie niet aandoen om alle onze gebruikelijke testen te bekijken, maar ik heb er een aantal geselecteerd die dat, ik denk dat voor de meeste mensen onder jullie interessant zijn en dat je misschien nog niet wist of dat toch zeker een keer mogen herhaald worden. Het is ook een project dat nog gaande is, dus uiteindelijk, op het einde van de presentatie, ga ik ook nog zeggen wat er ongeveer de verdere stappen zijn, hoe dan we verder kunnen gaan met de mensen van Selligent om nog de laatste loose ends te gaan sluiten. Laten we beginnen dus met om Kafka eens te bekijken. Eigenlijk om Kafka te begrijpen wat het juist is, is het belangrijk om te weten wat een message queue is. Ik ben zelf niet zo fantastisch in definities uit mijn mouw te schudden, dus ik heb er eentje van Amazon gebruikt. En zij beschrijven eigenlijk een message queue is iets als een asynchrone manier om verschillende services met elkaar te laten communiceren. Je zou dat zelf kunnen gaan implementeren uiteraard, maar waarom zou je iets niet gaan gebruiken dat heel goed werkt? Wat is het idee? Een applicatie A wil een verbinding, een bericht naar applicatie B krijgen, of omgekeerd, beide richtingen eigenlijk. Uw bericht, in plaats van rechtstreeks te sturen, gaat er een laag tussen zitten. Uw bericht komt toe in een queue, totdat die eigenlijk dat bericht op een gegeven moment opgevraagd is en verwerkt wordt. En dan verdwijnt dat bericht. Waarom doen we dat? Eigenlijk om verschillende zaken te ontkoppelen en ook zekerheid te geven dat bericht effectief van punt A naar punt B geraakt. Dat is eigenlijk ook wat dit vrij eenvoudig schema weergeeft. We hebben een applicatie A, het blauwe. We hebben daartussen een message broker, het azuurblauw zal ik maar zeggen. En dan hebben we bijvoorbeeld een applicatie B, waar dat er meer de instances van draaien. Applicatie A kan bijvoorbeeld veel sneller werken ook dan applicatie B. Vandaar ook het asynchrone gedrag. Daarom is er eigenlijk die message broker dat daartussen staat. Die vangt eigenlijk op, moest een van de componenten sneller werken. Dus het is een soort van buffer, heel kort door de bocht. Op dat idee is Kafka eigenlijk een beetje gebouwd, maar Kafka kunnen we niet volledig in het hokje van een message queue gaan duwen. Het is ontwikkeld door de mensen van LinkedIn, reeds in 2011. Gepromoveerd naar een Apache top-level project 2012. Waarom hebben ze eigenlijk met Kafka begonnen? Want er waren al bestaande systemen, gelijk een RabbitMQ, een ActiveMQ. Dat is omdat ze daar bepaalde functionaliteit specifiek voor hun use cases misten. Maar ook een heel belangrijk is die buffering. Nu, die message queue, daarnet zei ik het al, hè, daar komt ergens een bericht binnen en dat wordt verwijderd. Dat is echt een basisprincipe. Dat is bij Kafka uiteraard ook zo. Maar met dat verschil dat ze eigenlijk hun bufferdingen veel geavanceerder hebben gemaakt. In plaats van dat zuiver bijvoorbeeld in memory te gaan houden, kan je ook perfect op disk gaan doen. We gaan verspreiden over verschillende brokers. En wat een heel belangrijk verschil is ook, van zodra dat er een bericht eigenlijk in uw Kafka cluster of in uw broker, hoe dat je het ook wilt opzetten, terechtkomt, komt dat in een buffer en die is onmiddellijk leesbaar. Het is ook niet zo, als je daar een berichtje hebt uitgehaald uit uw broker, zeg maar, dat dat bericht verdwenen is, wat je typisch bij andere queues wel hebt. Hè. Je ziet het bericht, het komt erin, je gaat het op een bepaald moment gaan uitlezen en het verdwijnt. Hierbij kan je dat eigenlijk gerust opslaan, zolang als je wilt. Waarom hebben de mensen van LinkedIn daar nood aan? Ja, ze hebben heel wat logs te verwerken van webservers, van applicaties. Iemand liked iets, iemand shared een bericht. Dat zijn allemaal zaken, events eigenlijk dat gebeuren. Ze hadden een wildgroei van applicaties. De ene applicatie communiceerde met de andere, dat gebeurde via dat protocol, dan dat. En eigenlijk om die wildgroei weg te abstraheren,
hebben ze beslist om hun eigen ja, soort van message broker, distributed streaming platform, zoals ze het zelf noemen, geïntroduceerd om dat soort issues te tackelen. Ze ook een eigen protocol over TCP, dus het is niet wat we bijvoorbeeld bij een Elasticsearch zien, HTTP-verkeer. Dus het is een eigen protocol dat je even wel potentieel zelf gaat moeten maken als je daar effectief aan de slag mee gaat. Logischerwijs is dat ook weer een technologie dat je heel snel gaat willen gaan clusteren. Dat kan met de bewezen cluster manager, Zookeeper, al die zijn betrokkenheid minder en minder aan het worden. Maar daar kom ik straks wel nog heel even op terug. De laatste actuele versie, althans de laatste keer dat ik heb gecontroleerd, is versie 1.1.0 en is eind maart gelanceerd. Waarom geef ik dat mee? Toch ook om even te zeggen van ja, het is wel een actief project dat wordt onderhouden. Uiteraard, mensen van LinkedIn gebruiken het in onze gebruikersgroep. Straks mensen van Bimobile, Johan haalde ze ook al even aan. Voor hun is dat ook een van hun core producten. Je kunt dat ook even goed terugvinden bij de Netflix en onder ons. Ja, eigenlijk alle grote bedrijven waar dat er heel veel data van punt A naar B moet gepompt worden, zeg maar. Daar is een grote kans dat daar Kafka is, of toch op zijn minst iets gelijkaardig. Dan een aantal basisconcepten dat jullie moeten begrijpen om verder te kunnen gaan met deze presentatie. Bij Kafka spreken we over een topic. Zij zelf beschrijven dat als een stream van records. Eigenlijk kan je het een beetje zien als een categorieënverzameling van data die logischerwijs bij elkaar gaat horen. Voor de mensen die dat zich nog de presentatie van Elasticsearch herinneren, kan je een beetje vergelijken met een index. Dus je gelijksoortige data ga je onderbrengen in een topic. Uiteraard, die topic zelf bestaat uit een record. Hoe ziet er zo'n record uit? Ik heb het nu als een JSON voorgesteld, maar dat hoeft niet per se JSON te zijn. Dat kunnen gewoon byte arrays zijn, dus eigenlijk kun je daar quasi alles gaan insteken wat je maar wilt. Elk record bestaat wel uit een key, een value en een timestamp, waar dat de value uiteraard het belangrijkste is. Die kan je gaan kiezen. Die timestamp wordt normaal gezien automatisch gegenereerd. Je key kan je zelf gaan inzetten. Of je kan die ook automatisch laten genereren. Daar kom ik straks ook wel nog eens heel even op terug, waarom dat we die key al dan niet automatisch zouden laten gebruiken. Als we spreken over uw berichtjes naar uw broker te krijgen, of als je meerdere brokers hebt, een cluster, dan spreken we van een producer, die dat eigenlijk naar een bepaald topic uw bepaalde data gaat sturen. Het omgekeerde, als je die data wilt gaan bevragen, dan bespreken we over een consumer, en die gaat luisteren naar bepaalde topics. Dat is ook een beetje wat het schema rechts weergeeft. Je hebt ergens een cluster, je hebt verschillende apps die dat data gaan consumen, anderzijds produceren. Die connectors, dat kan bijvoorbeeld van je database log zijn, dat kan een Apache webserver log zijn en dat soort zaken. Om verder te gaan, die topic is heel belangrijk. Nu voelt het misschien al aan, die topic op een bepaald moment gaat dat niet echt meer op één machine passen of op één broker. Niet alleen qua omvang van data dat erin zit, maar ook bijvoorbeeld ja, om effectief voldoende performance te doen, kunnen we die gaan schalen. Hoe doen ze dat? Een topic bestaat uit één of meerdere partities. En die partities zijn een structured log. Dat wil eigenlijk zeggen dat u telkens keer als je een berichtje stuurt, die volgorde wordt mooi aangehouden. Ze proberen echt die volgorde, die wordt strikt aangehouden. Dat is een van de basisconcepten in Kafka. Elk bericht heeft ook een ID, dat niet onbelangrijk is. In Kafka noemen ze dat een offset. Waarvoor dat die gebruikt wordt, daar kom ik op de volgende slide op terug. Dus uw aantal partitions, je voelt dat al aan, dat is de unit of scalability. Beetje gelijk bij Elasticsearch. Hè. Herinneren u misschien, een index is een categorie waar je data gaat insteken. En een index wordt opgedeeld in shards. Wel, hier hebben we eigenlijk een gelijkaardig principe. Hier wordt de topic ondergedeeld in partitions. En die partitions worden op verschillende fysieke machines verspreid. Hoe zit dat dan met die producer? Hoe weet hij naar welke partitie dat hij zijn data moet gaan schrijven? Dat is iets wat je effectief als developer gaat gaan instellen. Het is te zeggen, normaal gezien ga je een library gebruiken en die logica wordt daar voor u eigenlijk geïmplementeerd. Maar hoe weet je nu naar welke partitie dat je moet schrijven? Want je zou denken, je schrijft naar een topic rechtstreeks. Nee, je moet effectief op een of andere manier, al is het niet dat je het zelf doet, je library doet het eigenlijk, maar eigenlijk moet je wel gaan zeggen, ik wil naar die partitie gaan schrijven. Hoe doet hij dat standaard?
die gaat een hash berekenen op basis van uw key dat je opgegeven hebt, modulo uw aantal partitions dat je hebt. Daarmee bepaalt hij dat. Dat is de standaardfunctie. Niemand houdt je tegen om daar zelf iets gaan te implementeren. Bijvoorbeeld een round robin, dat is geen enkel probleem. Dus die key die ziet er eigenlijk terugkomen. Wat gebeurt er? Als we nu altijd dezelfde key pakken, komen we altijd in dezelfde partition terecht. Dus vandaar, als je hem zelf gaat genereren, misschien wil je dat ook wel, dat sommige data in dezelfde partition terechtkomt. Gebruik dan dezelfde key. Maar misschien wil je dat totaal niet. Ja, dan moet je daar gaan zien. Ofwel ga je gewoon de standaard gebruiken en dan genereert hij eigenlijk voor u een random een. Maar is er nog heel belangrijk voor die partition? Een soort van leader- en follower-mechanisme. Die leader, het woord zegt eigenlijk zelf, die gaat eigenlijk alles afhandelen wat er in die partitie inkomt en eruit gaat. Wat zijn followers? Dat heeft dan weer te maken met replication. Dus je hebt je standaard partition waarin dat je data terecht gaat komen en je hebt daar één of meerdere kopieën van. Dat zijn je followers. Je followers, uiteraard, stelt dat je leader op een bepaald punt wegvalt, die kunnen gepromoveerd worden als een soort van leader. Hetgeen wat ik eigenlijk al min of meer heb gezegd, van je replication, je kunt instellen hoeveel replica's dat je wilt. 0 is de minimum, uiteraard. Je kunt er instellen zoveel als je wilt. Maar weet dan ook dus eigenlijk dat je partition aantal weer wordt vermenigvuldigd daarmee. Een belangrijke metric als je met Kafka effectief aan de slag dan gaat, is gaan kijken van hoeveel van die replica's zijn er nu effectief in sync. Dus stel dat je een worst case scenario hebt dat er een of andere server uitvalt, dan is dat wel interessant dat je sync replica's zo hoog mogelijk is. Dus als je eigenlijk je cluster een beetje aan het overbelasten bent, dan kan dat tegenvallen en dat is wel een metric dat je in de gaten moet houden. Wat gebeurt er nu als je een bericht naar Kafka stuurt met hun eigen protocol? We hebben ook een acknowledge dat heel belangrijk is. We hebben daar 3 levels. De 0 is de meest eenvoudige. Uw leader zegt, ik heb uw bericht gehad. Daarmee is de kous af. Hij gaat daar niks verder meer mee doen. Op die moment. Maar dat kan wel zijn als die leader die data nog niet naar disk of zo heeft gedaan, zijn er potentieel uw data kwijt. Wat is een iets conservatiever level al? Dat is op 1 en dat wil eigenlijk zeggen zoveel als van de leader heeft uw bericht ontvangen, hij heeft het verwerkt, eigenlijk is het nu min of meer al beschikbaar in uw cluster. Het is oké, er is minstens 1 kopie die oké is. Als we al gaan nemen, ja, het zegt eigenlijk zelf, dan willen we dat er minstens die replica's ook al in orde zijn. Dat er een aantal andere servers, brokers eigenlijk, hebben geantwoord van oké, ik heb ook die kopie. Dat is iets wat je een beetje kan gaan tunen. Hoe dat je dat precies wilt gaan instellen, is een beetje afhankelijk van wat je vereisten zijn voor je use case. Je hebt ook een retention policy. Uw data blijft in principe niet voor eeuwig in uw Kafka-cluster zitten. Dat kan tijdsgebaseerd zijn, dat kan ook gebaseerd zijn hoe groot dat je wilt dat je data wordt. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik wil dat er maximaal op mijn cluster 10 terabyte aan data staat, dan kan je dat gaan instellen en dan gaat die eigenlijk de oudste events normaal gezien gaan verwijderen. Dat zijn algoritmes dat je eventueel ook wat kunt aanpassen en gaan tunen. Dat is wat eigenlijk log compaction onder andere gaat doen. Die offset, waar ik daar straks over had, remember, een soort van ID aan elk bericht wordt gehangen, dat is wat de consumers ook gaan gebruiken om eigenlijk uw data uit te lezen. Daar kom ik in de volgende slide direct op terug. De consumer, ene consumer kan maximaal aan 1 partition worden toegewezen. Het is te zeggen, die partition kan eigenlijk maximaal door ene consumer tegelijkertijd uitgelezen worden. Dus, wederom, daar straks zei ik, partitions zijn een unit of scaling. Dat lijkt me hier evident aan. Als je die partition, als die maar door ene consumer tegelijk kan doen, ja, als jij je data wilt gaan verspreiden, dus als je wilt gaan paralleliseren, je wilt meerdere consumers dat je data willen lezen, dan wil je niet dat al je data in 1 partition zit, maar dan wil je meerdere partitions doen. Dus dat is een hele belangrijke wat betreft je scalability. Nu, ik ben een beetje aan het liegen. Er is wel een manier om diezelfde partitie door meerdere consumers uit te lezen, namelijk consumer groups. Wat zijn consumer groups? Dat zijn groepen waarin dan meerdere consumers zitten. Dat is vrij evident. Nu, vroeger bestond dat concept niet in Kafka, dat is sinds versie 0.9. Wat heel belangrijk te weten is dat je eigenlijk geen losse consumer meer kan hebben, maar een consumer is altijd in een consumergroep gezet. Dat is even zoiets wat je in het achterhoofd moet houden als je er effectief mee wilt gaan spelen. Het kan soms wel wat verwarrend zijn hoe dat werkt. Maar dus, stel nu, we hebben hier 2 consumergroups. Er is geen enkel probleem dat diezelfde partitie door beide consumergroups tegelijkertijd wordt uitgelezen.
Maar bijvoorbeeld de C1 en C2 consumer, die gaan nooit op bijvoorbeeld partitie 0 tegelijkertijd uitlezen. Dat kan niet binnen dezelfde. Dat is ook omdat eigenlijk ja, die consumergroep die gaat samenwerken om hun werk te doen. Dat maakt ook wel ergens, ja, dat is vrij logisch denk ik, dat dat gebeurt. Dus die consumergroups, ik heb het eigenlijk al min of meer gezegd, is voor uw parallelisatie, maar anderzijds ook uw failover. Vandaar ook, welke partitie moet uw consumer gebruiken? Dat is iets wat uw leader gebruikt, bepaalt. Uw leader is in dit geval niet die van de partition, maar is eigenlijk binnen elke consumergroep heb je ook weer dat leader-follower mechanisme. Wat zoveel wil zeggen, bijvoorbeeld in die consumergroep B, C3 is de leader, die gaat tegen de andere consumergroep zeggen, tegen de andere consumers in de groep, excuseer, die gaat zeggen, jij moet die partition verwerken, jij die partition en jij die partition. Dat is iets wat constant wordt gecheckt. Zijn al uw consumers nog live, een soort van heartbeat mechanisme dat optreedt? Indien dat niet meer het geval is, dan gaat hij eigenlijk zeggen van, oh mannen, even stoppen, er is een weggevallen, of er komt een bij, we gaan het werk herverdelen. Die leader gaat terug zeggen, jij moet nu die partitie verwerken, jij die partitie, jij die partitie, jij die partitie. En dat is eigenlijk gebeurt constant. Dat wil wel even zeggen dat je consuming heel even volledig stil ligt. Daarmee hebben we eigenlijk al het belangrijkste van Kafka gehad, heel snel. Ik hoop dat dat min of meer duidelijk was voor de meesten onder jullie. Moesten er nu al vragen zijn, shoot gerust, onderbreek mij. Een aantal use cases, ja, ik ga ze hier niet allemaal opnoemen en omschrijven. Ik zou zeggen, kijk eens op die website, het is dan mooi uitgelegd wat dat de juist zijn. Je kan misschien dat op uw case gaan mappen. Eentje dat ik wel nog wil meegeven, om er wat in te komen dan, wat dat je er bijvoorbeeld mee kunt gaan doen, is een case dat hier wordt gebruikt om de studenten, een labo dat ze in 4 uur ongeveer afhandelen, om ja, een keer met Kafka aan de slag te gaan. En dat geeft een goed beeld wat ze juist moeten doen. Die panda die staat hier niet omdat ik dat mooi vind of zo. Allee, ik vind dat wel mooi, maar goed. Het idee was daar dat de studenten met data gingen werken. Dat van de Twitter-API afkomstig ging. En elke tweet had iets te maken met een panda. Was dat nu in de username, in de tekst, e-mailadres? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die tweets die werden beschikbaar gesteld voor de studenten. Wat moesten de studenten daar eigenlijk mee gaan doen? Een soort van pre-processing, is gaan kijken van wat zit er nu in van veldjes? Zit er meer bepaald een veldje in waar dat een afbeelding naar verwijst? Indien dat het geval is, gaan we die afbeelding downloaden. Ze maken daar een stream van eigenlijk, die dat ze gaan hashen. En dan moeten ze eigenlijk gaan toevoegen aan dat Twitter-object, zeg maar. En dat gaan ze dan terug op Kafka gaan opslagen. Dat is de eerste stap. Dat is vrij makkelijk. Dat is een if-else-structuur. Super simpel op zich. En nog wel een download-structuur, maar goed. Wat is de tweede stap in die pipeline dat ze moeten doen? Dat is gaan kijken van die afbeelding. Ja, wat is dat nu eigenlijk? Want dat kan van alles zijn. Als je username panda is, ja, dat wil niet zeggen dat je dan een afbeelding post dat daar een panda gaat opstaan. Dus daar gebruikten ze dan TensorFlow, waar ze een deel van de code krijgen en dat ze een deel zelf moeten implementeren. En eens gaan kijken, ja, wat is die afbeelding nu? Is dat al dan in een panda? Dat is de eerste vraag die ze moeten stellen. En de tweede vraag is eigenlijk ja, een soort van klassificatie van wat soort panda is dat? Die resultaten gaan ze wederom gaan opslagen in hun eigen clusterke met Kafka. En uiteindelijk is er dan nog een applicatie dat de studenten eens moeten draaien om te zien wat dat ze gedaan hebben, dat dat juist is, wat dat ze geïmplementeerd hebben. Dat is het idee. Waarom geef ik dat even mee? Omdat dat een heel makkelijk voorbeeld is om in te beelden. Die Twitter binnen downloaden, oké, die krijgen ze al eigenlijk die tweets, maar dat gaat supersnel. Dan kan ik met één virtuele machine, kan ik duizenden tweets per seconde binnenhalen. Die media downloader, oké, dat gaat al iets trager, maar als ik daar 2 instances van draai, manier van spreken van die applicatie, ga ik al een heel eind komen. Natuurlijk, het spel begint met die image recognition. Dat duurt een aantal seconden voordat ik zo 1 afbeelding kan verwerken. En dan wil ik daar nog het een en het ander uit weten. Dus je voelt ook aan dat daar eigenlijk interessant is, hè, om daar die ontkoppeling gaan te hebben. Want daar ga ik meer en meer willen van gaan hebben. Ook als mijn aantal tweets gaan groeien, kan ik heel gemakkelijk, door nu gebruik te maken van telkens keer die Kafka, kan ik heel gemakkelijk alles opnieuw gaan schalen. Wil ik, groeit Twitter nu explosief? Ja, dan zet ik gewoon meer machines die dat Twitter doen. En evengoed ga ik dan moeten schalen voor meer images te gaan recognizen. Anderzijds ook die data, en nu doe ik er alleen image recognition op. Niks houdt me tegen om daar bijvoorbeeld andere analyses op diezelfde data nog eens te gaan doen. Want herinner u, de data blijft eigenlijk voor een tijdje in uw Kafka-cluster zitten. Je kunt daar gerust verschillende applicaties gaan aankoppelen. De andere case, de belangrijkste misschien voor vandaag, dat is de case van Celligent. Ik denk, als je nog vragen hebt, dat je dat best aan de heren hier links van mij kan vragen.
Ik ga ze heel kort proberen toelichten. Ze hebben clickstream data, dat van verschillende bronnen kan afkomstig zijn. Iemand klikt op een link, dat creëert een event. Zij willen die data gaan bijhouden, zij willen daarmee gaan zien wat eigenlijk hun klanten doen. Even voor de duidelijkheid, ik ben dat vergeten te zeggen. Selligent is een marketingbedrijf. Dus zij maken eigenlijk marketingcampagnes in samenspraak met hun klant en gaan die data gaan verzamelen. Dus super interessant dat zij weten waar dat de mensen effectief al dan niet op klikken en hoeveel en frequentie en dergelijke. Een van hun vragen is van, zou dat real-time kunnen gaan of niet? Hoe schaalde dat? Beetje hetzelfde principe ook als LinkedIn. Ze hebben ook verschillende applicatiedinges. We willen daar één centraal systeem voor doen, dat makkelijk toegankelijk is, dat al onze applicaties op dezelfde manier werken. Dus vandaar ook easy en central access. Een grootste vraag is eigenlijk van, ja, hoe krijgen we dat spel nu in productie? Wat moeten we hebben? Hoe gaan wij onze load kunnen handelen? Hoe gaan we dat kunnen afhandelen? Hoeveel topics hebben we nodig? Hoeveel partitions moeten we daar tegenaan gooien? Is één broker genoeg? Gaan we meerdere brokers nodig? Dat soort vragen zitten zij mee. En dat is wat we in deze case eigenlijk gaan bekijken hebben. Dashboard is hier gewoon iets van Google Analytics, dat heeft er niks mee te maken, maar goed, een beetje een opvulling kan ook geen kwaad. Hè? Dit is een mooie afbeelding, mij aangeleverd door de mensen van Selligent. En dat geeft eigenlijk nog een keer min of meer het concept heel globaal weer. Ze hebben verschillende applicaties. Kafka wordt echt gezien als een centraal punt waarop dat de data binnenkomt en waar de andere verwerkingstukken kunnen plaatsvinden, een deel batch, een deel real-time. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat jullie wel min of meer het idee nu hebben. Dan gaan we over naar de testen die voor hun uitgevoerd zijn. Althans, gelijk dat ik daar straks in mijn introductie zei, de meest interessante voor iedereen hier aanwezig vandaag. Hoe heb ik dat gaan testen? Het was heel spannend om te testen. In die zin, Kafka kan best wel wat aan. Het is zo erg dat... Johan bijvoorbeeld, collega, hè. Het is soms niet zo goed gezind op mij, omdat ik met alle hardware ga lopen, om eigenlijk die Kafka, die heel simpele cluster, toch iets of wat onder load te krijgen, om realistisch dingen te doen. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van Vapus, dat is een tool dat ontwikkeld wordt door die prachtige collega daar. Het is een stresstesting framework. Het is meer bedoeld eigenlijk voor webstresstesting te gaan doen. Hoeveel bezoekers kan mijn webapplicatie aan? Daar gebeurt monitoring op de achtergrond. Waar zitten de bottlenecks? Jullie hebben dat vorige keer ook wel gezien bij die Elasticsearch case. Werd even goed die tool gebruikt. Nu, deze keer was die tool niet voldoende. We konden er niet alles in gaan doen. En daarom is eigenlijk het heavy work, zeg maar, gebeurd in Python-scriptjes. En daarvoor heb ik 100 virtuele machientjes gaan opzetten. Ter vergelijking, die 50 virtuele machientjes van Vapus, die gebruikten niks. Maar dat is gewoon omdat we met beperkingen zitten met .NET, dat die genoeg threads en dergelijke kan gaan openzetten. Vandaar 50, maar in principe, qua CPU-gebruik is dat niks. Die 100 Python-VM'tjes, die worden wel iets intensiever gebruikt. Afhankelijk natuurlijk van hoe ver dat ik ermee ga. Er werden 3 tot 7 Kafka-brokers gebruikt, dus een relatief kleine cluster. Ik heb nog eens schematisch weergegeven. Dat is eigenlijk de initiële setup. Dus Vapus connecteert met die Python-script. Er wordt data uitgewisseld door die twee. Die Python gaat eigenlijk de load gaan doen en die gaat zeggen tegen Vapus, oké, ik ben klaar met mijn meting. En daar worden eigenlijk prachtige grafiekjes uitgetrokken die jullie straks mogen zien. De huidige situatie is iets veranderd. In het begin werd Vapus nog iets meer gebruikt om bijvoorbeeld een random message en zo te gaan doen. Al die logica is nu verhuisd naar de Python-script, waardoor dat eigenlijk op neerkomt. Van die 50 Vapus VM's is er nu maar één en meer over dat eigenlijk gewoon zuiver dient om grafiekjes uiteindelijk op het einde van de rit te kunnen hebben. Maar voor de rest blijft het principe nog min of meer hetzelfde. Dat random message zit niet meer op dat niveau, maar zit eigenlijk rechtstreeks op dat Python-niveau. En daar wordt eigenlijk de load gecreëerd. Voor de mensen die hardware-minded zijn, dus gelijk dat ik zeg, ik heb mijn best gedaan om hier heel veel hardware te gaan opsoeperen. Voor de Kafka zelf is één mooie Intel-machine gebruikt en voor die Python-machientjes en ook onder andere die Vapus-machientjes heb ik maar liefst 10 fysieke machientjes hiermee toegeëigend om daar mijn ding op te gaan doen. Maar goed, dat gezegd zijnde. Hoe ben ik begonnen met die case? Een van de eerste zaken is eigenlijk van, ja, wat is nu het impact als ik die topics begin te maken?
Het is te zeggen, normaal gezien kan je die ook on the fly laten maken. Dus ik zeg nu maar iets, een producer produceert naar topic, weet ik veel. Laten we zeggen, topic noemen, weet ik veel. Als dat nog niet bestaat, gaat hij dat aanmaken. Natuurlijk, het is toch wel interessant om ergens een indicatie te hebben. Wat gebeurt er nu als we een keer al die topics heel veel achter elkaar maken? Ik ben begonnen met 3 brokers. 1000 topics. Waarom 1000 topics? Gesteld dat er bijvoorbeeld 1000 klanten zijn en voor elke klant 1 topic met zijn specifieke data. Die topics, 100 partitions voor voorzien, 2 replica's. Wat zien we hier? Dat de CPU van een van die brokers zeer goed werd gebruikt. Nu, het valt hier een beetje terug. Waarom? Die broker kon dat niet aan. Zoveel partitions, dat is iets wat we hebben vastgesteld. Dus gelijk dat je daar straks zei, van enerzijds, je partitions zijn je unit of scaling. Maar je wilt die ook wel een beetje correct hebben. Stel nu dat ik dat niet zou getest hebben, dit en dit gebeurt in productie, en je zou heel veel topics achter elkaar maken, dan gaat vroeg of laat die cluster vastlopen en die gaat niet meer zijn ding willen doen. Wat is de oplossing daarvoor? Ja, een veel logischer aantal partitions kiezen. Voor 1 klant gaan 9 partitions bijvoorbeeld meer dan voldoende zijn als we maar met 3 brokers zitten. Dat heb ik dan ook gedaan. Effect, ja, heel duidelijk. CPU, een keer af en toe nog een spike, maar zo goed als volledig weg. Dus iets waar je in het achterhoofd moet houden. Denk goed na hoeveel topics wilt je versus hoeveel partitions wilt je per topic. Dat is ook iets wat straks nog heel uitgebreid aan bod komt. Volgende, hoe ziet er zo'n message uit van Selligent? Ja, ik heb nu natuurlijk geanonimiseerd. Er zijn 8 veldjes, heel simpel JSON-stukje. 8 veldjes, elk heeft daarachter een numerieke waarde. Qua eens weten wat de impact is, moest ik nu eens dat berichtje wel laten aangroeien. Nu hebben ze 0,19 kilobyte. Wat gebeurt er als ik dat maal 10 doe? Dus eigenlijk 10 keer ongeveer dezelfde veldjes dat worden gedaan. Heeft dat een impact of niet? En zo ja, welke? Deze grafiek gaat daar misschien minder duidelijk op het eerste zicht zijn. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb met beide getest. Ik heb een aantal berichten naar die cluster gestuurd. Wat zegt die as hier? De user actions per second. Dat wil eigenlijk zeggen hoeveel producers hebben een x-aantal berichten binnen de seconde afgehandeld. Bijvoorbeeld, ik ben begonnen met 100 berichten. Elke producer stuurt die zo rap mogelijk uit. Hoeveel van die producers krijgen dat binnen de seconde terug? Dat is eigenlijk wat deze grafiek plot. Nu, je ziet eigenlijk die rode lijn is wanneer we 10 keer zo groot gaan. Je zou denken van, oh ja, valt best mee. Je betaalt er niet zo voor. Merk wel op, die errors, dat is niet zo goed. Dus bij de andere test, waar dat oorspronkelijk 0,19 was, geen enkel error, kon gerust nog wat meer messages er gaan doorduwen. Als ik mijn messages 10 keer zo groot maak, dan liep het helemaal mis. Ik wilde ook zeggen, mijn errors, de manier waarop ik daarmee omga, is heel simpel. Ik log ze en voor de rest stop ik ermee. Natuurlijk, als je dat in uw case wilt gebruiken, errors komt erop neer van ja, data dat niet in je cluster zit, data dat je kwijt zit. Wat is de oplossing? Ja, die data opnieuw en opnieuw en opnieuw sturen. Dus eigenlijk, als je dat in productie gaat doen en gaat daar geen rekening mee, ja, dan gaat dit scenario nog veel dramatischer worden dan dat ik hier op dat grafiekje weergeef. Een leuke aan Kafka. Dat is heel stabiel, hè. Gelijk dat ik zeg, ja, ik kan er serieuze load op doen als ik er 100 VM's voor nodig heb om bepaalde leuke testjes te gaan doen. Dan zegt dat toch wel al iets. Maar als het misgaat, is het soms wel heel vervelend om te gaan zoeken waar dat zit. Ik heb hier net getoond, grofweg 2000 errors in die test. Dit zijn allemaal errors die op hetzelfde slagen, dus met hetzelfde probleem zijn. Maar ja, je moet ze op den duur een beetje kennen. De ene keer krijg je een time-out, een andere keer zegt hij van, ah, er is geen leader voor je partition. Een andere keer is het de onze kant dat zegt van, ah, er is een time-out. Dus dat is ook zoiets van, als je ermee aan de slag gaat, je kunt niet 100% afgaan op je errors dat je terugkrijgt. Het is soms een beetje zoeken, het is soms echt niet duidelijk. Er zijn een aantal tools voor om dat iets te vereenvoudigen. Dan kom ik op het einde van mijn presentatie, geef ik daar nog een aantal tips over. Een volgende vraag van Selligent uit. Ja, als we het nu eens omdraaien, hè, we hebben nu 500 producers die dat dus in berichtjes gaan maken. 500 topics die dat met die 9 partitions werken. Dus daarmee zouden we bijvoorbeeld 500 klanten met gemak al hun data in een aparte topic doen. Hoe gaan we dat verhouden ten opzichte van als we nu een keer al die klanten in 1 topic steken en we gaan die topic gaan uitschalen met partitions. Wat is het effect? Dat is eigenlijk de vraag van de komende slides. In eerste instantie, ik heb 500 producers gedaan die dan van die messages, gelijk dat je hier net zag met die 8 veldjes in, gaan
produceren naar je Kafka-cluster. Je begint met 100 messages per producer. Die producers krijgen allemaal tegelijkertijd het signaal van stuurt er hier 100 zo snel mogelijk door. Ik drijf die load op naar 200, 300, 400, 500. En dat is eigenlijk wat er in deze grafiek wordt weergegeven. De groene lijn is weer al hoeveel van die producers kunnen dat binnen de seconde rondkrijgen, dat werk. Terwijl de blauwe blokjes zijn misschien interessanter. Dat is ongeveer het gemiddelde dat elke producer doet. Als ik 500, als ik 100 van die berichtjes zo snel mogelijk probeer uit te sturen met 500 producers, dan duurt dat gemiddeld ongeveer 1 seconde. Terwijl als ik met 500 zit, dan zijn we serieus iets aan het stijgen naar pakweg 6 seconden. Reken wel, dus al die berichten gelijk, dat is redelijk veel berichtjes. Bij deze test op piekmomenten zit je dan tegen 21.000 berichten per minuut. Dus dat is normaal dat dat stijgt. Als je die waarde dan ook gaat gaan delen eigenlijk, dan ga je zien dat dat nog niet zo dramatisch veel gezakt is wat betreft snelheid om één berichtje te verwerken. Dus om terug te komen op de vraag, wat gebeurt er als ze dat nu een keer omdraaien? We gaan niet naar 500 topics, maar één topic met 1000 partitions. We gaan eens zo doen, we gaan eens zien wat dat geeft. ook weer hetzelfde scenario, 100 berichten, dan 200 berichten, 300, 400, 500. Wat zien we hier in de resultaten? Ja, beduidend beter. Nu op de laatste dingen, en gemiddeld gezien, zitten we nog 102 seconden eigenlijk om die 500 berichten erdoor te stampen. Wat is daar een van de logische verklaringen voor? Ja, nu heb ik 1000 partitions. Voor de duidelijkheid, er waren twee replica's. Dus ik heb eigenlijk grofweg 3000 partitions in totaal op heel die cluster. 1000 partitions per broker, laat ik het zo zeggen. Daarnet had ik er 9 per partition. Als we even gaan uitrekenen, maal 500 en dan nog een keer de replica's erbij, ja, dan zit over de 12.000 partitions. Dus daar komt toch wel een kost. Dus denk ook goed na, enerzijds van hoeveel partitions wil ik per topic? Maar anderzijds ook van, ja, hoeveel topics wil ik? En misschien is het interessanter om met minder topics te werken, met meer partities, of een keer een beetje use case afhankelijk om dat gaan uit te zoeken. Deze grafiek geeft dan nog eens grafisch weer wat dan nu het verschil is tussen één topic, de rode lijn, versus 500 topics. In het begin zie je dat die snelheid om die berichtjes erdoor te krijgen is quasi hetzelfde. Terwijl naar het einde toe dan zien we eigenlijk dat er op die één topic, daar zou ik met mijn test nog serieus wat kunnen verder duwen en dat zou nog altijd vrij goed blijven schalen. Terwijl bij die 500 topics merkte ze wel dat er al een knikje begint in te komen. Ik heb testen gedaan waar ik verder ga dan dit punt en dan zie je ook wel dat dat knikje effectief een voorbode is van het begin te vertragen. Terwijl bij de rode lijn kan het nog wel een eindje verder gaan. Gewoon door eigenlijk mijn topics iets intelligenter gaan af te stellen. Wat is in beide gevallen de bottleneck van de test? Heel leuk om te zien, de zuiver disk. Dus we hebben geen probleem met CPU-dingen. Die CPU's tijdens de test van elke broker 60-70% maximaal. Dat is best oké. RAM-gebruik ook. Ik had ze heel laag ingesteld. Was allemaal geen probleem. Maar dus eigenlijk de disk is hier de beperkende factor. Dus als we gaan schalen, als we meer zouden events willen nog gaan verwerken, dan gaan we hoogstwaarschijnlijk vooral naar disk moeten gaan kijken. De grafiek rechts geeft eigenlijk weer wat ik hier net zei. Dat is het aantal berichten dat er binnen seconden inkomt, maar over 1 minuut uitgemiddeld. Dus vandaar dat je die stijging ziet en dan zie je op een gegeven moment dat er op piekmomenten rond de 9000 berichten per broker worden verwerkt. Vandaar dus ook die 21.000 berichten. Dat is een van die metrics dat je gewoon uit Kafka gaan trekken. En dat is ook een van die metrics dat je kan helpen met die buggen. Gelijk dat ik daar straks zei, het is soms niet makkelijk, maar Kafka beschikt over enorm veel metrics die dat je er kunt gaan uithalen en die dat je wel inzicht geven wat die eigenlijk intern aan het doen is. Ik denk dat er wel duizendtal metrics zijn dat je er kunt uithalen. Have fun om uit te vinden welke dat je interesseert. Ik heb tot hiertoe alleen gesproken over dus eigenlijk van hoe krijg je je berichtjes in die cluster. Moet ze natuurlijk op een bepaald moment ook eens gaan uitkrijgen. Wat is het resultaat daar? Dat is veel minder eisend. Ik heb alleen nog maar een test kunnen doen, weliswaar met 500 topics en 9 partitions. Dus eigenlijk, herinner u, daarnet was het eigenlijk het slechtste resultaat. Misschien gaat de andere situatie een beter resultaat nog geven dan deze grafiek hier. Ik kan het nog niet uitsluitsel overgeven. Nu, wat heb ik hier gedaan? Ik heb terug 500 consumer processen losgelaten.
Maar ik heb er niet 100 berichtjes laten consumen, want ja, dat doet niks. Ook niet 200, ook niet 500, maar ik zit hier direct met 200.000 dat ik ben gestart. Om toch iets of wat load te krijgen op die cluster. Ik heb dat opgedreven naar 400.000, 600.000, 800.000 en 1 miljoen. En dan zie je eigenlijk ook, ja, je ziet dat dat wel wat terugzakt, maar ook nog niet drastisch. Dus we kunnen hier eigenlijk nog iets meer events waarschijnlijk gaan uithalen. Mits dat we toch stilletjes aan de bottleneck. Allee, stilletjes aan. We hebben de bottleneck wel gevonden. En dat toont mij de volgende slide. Ik heb op processor genomen. Hè. Ik heb geen grafiekje van de disk getrokken, omdat ik op processor het eigenlijk duidelijker vond. En het is een mooi grafiekje, zo'n beetje paars erin. Paars stelt eigenlijk voor de I.O. weight. Kort vertaald, je ziet, dat paars stuk is gigantisch groot. Dat is gewoon tijd dat uw processor aan het wachten is om eigenlijk zijn data te krijgen. Wat dus eigenlijk heel duidelijk zegt van ja, uw data layer kan hier in dit geval totaal niet volgen. Maar goed, hè, Kafka blijft het toch al bij al nog redelijk oké doen, ondanks dat we de load stijgen. Ook toch niet oninteressant om te weten. Wat is nog een interessante? Netwerk gaat ook niet onbelangrijk zijn. Voor producer heb ik dat niet opgenomen, omdat dat echt, ja, die events zijn zodanig klein. We spreken daar nog niet eens over een gigabitverbinding. We gaan niet van spreken voor die drie brokers samen. Terwijl hier zie je de grafiek van één van die brokers. Je hebt pieken van over de 400 megabyte per seconde. Vertaald 3 tot 3,5 gigabit per broker. Dus maal 3, we zitten op 10 gigabit. Mocht al wat netwerkcapaciteit voorzien hebben. Dat brengt ons aan het volgende. De Zookeeper. De Zookeeper, remember, is de cluster manager. Waarin ook daar is gemeten van, ja, wat is nu de impact daarvan? Doet hij veel? Heeft hij veel nodig of niet? Kan ik dat bijvoorbeeld op mijn huidige Zookeeper cluster gaan bijrunnen bijvoorbeeld? Er leven ook zo wat mythes rond. Op internet is te zeggen dat vooral van iets oudere versies. Ja, Zookeeper heeft veel nodig. Is vooral disk-intensief, maar toch ook wel wat CPU-intensief. Ik heb het getest. Ik denk dat ik hier gerust mag zeggen dat we niet over de 5% ongeveer aan CPU-gebruik gaan. Ook qua RAM-gebruik heb ik het niet opgenomen, maar dat is geen enkel probleem wat dat betreft. Qua disk-gebruik ook is gemeten. Ja, grafiek bedriegt u misschien een beetje, maar let op, 0,08 megabyte. Ja, dat is nu niet om te zeggen dat je kunt spreken over veel diskgebruik. En dat heb ik bij alle testen eigenlijk min of meer vastgesteld. De enige manier om eigenlijk die disk toch, allee, wanneer dat die wel meer gebruikt wordt, is eigenlijk als dat misgaan is. Dus bijvoorbeeld daar straks, toen ik die 1000 topics helemaal in het begin aan het creëren ben, dan krijg je fouten, je brokers vinden elkaar niet meer, de ene kan niet meer volgen. En dan gebeurt er eigenlijk heel veel errorlogging, waardoor dat je disk wel belast wordt. Maar eigenlijk is dat iets wat je zou kunnen gaan vermijden. Maar toch niet oninteressant om mee te nemen dat Zookeeper aan zich niet veel gaat verbruiken. Kan je ook gerust op dezelfde machines draaien waar de Kafka op draait, moest je dat willen, moest je echt met een schaarste zitten aan resources. Een ander interessant zijspoor dat ik even meeneem. Daarstraks heb ik jullie altijd de mooie resultaten voorgeschoteld, zal ik maar zeggen, wat betreft die 500 producers en 500 topics. Daar is daar toch iets raar aan de hand. Dat kan misschien aan de Python library zijn, misschien, er is ook een Java library, er is een Go library, er is, ja, in elke taal quasi wel iemand dat zich daarmee bezighoudt, dat je kunt gebruiken in je project. Nu, in ieder geval met die Python library heb ik hier vastgesteld, als ik met die 500 producers start, dan trek ik eigenlijk wel mijn cluster helemaal vol in het begin van mijn test. Wat dat een beetje raar is. En dat duurt toch wel even. Ik heb dat een keer gevolgd, een keer gemonitord. Hoe komt dat nu? En dan zie je eigenlijk die eerste messages. Hè, normaal gezien spreken over een grote orde van milliseconden dat die geproduceerd kunnen worden. Je kunt ze letterlijk schoon op je scherm één voor één tellen. En dat gaat vrij traag. Tot aan dat je een duizendtal berichtjes hebt doorgeduwd via producer, dan gaat dat sneller, maar nog altijd niet super snel. En dan gaat er naar 2000 berichtjes worden, als ze daar gepasseerd, en dan kun je niet meer volgen hoe snel dat gaat. Wat eigenlijk een heel bizar effect is. Ook dan voor, ik zeg nu maar, ik start nu een test op, die producers zijn opgewarmd, ik doe morgen een test, dan gaat dat gewoon direct terug perfect zijn, dan zijn die direct terug op kruissnelheid. Dat is eigenlijk wat je in de rechtergrafiek ziet. Waarschijnlijk heeft dat ook iets te maken met de hoeveelheid partitions, dus misschien is dat verhaal ook wel anders.
als we dat met één topic gaan doen, en dat heb ik ook even getest, dus als we die 500 producers op één topic lopen laten, dus nog altijd exact dezelfde hoeveelheid data eigenlijk dat er naar die broker wordt gestuurd, hebben we dat probleem niet. Dat is onmiddellijk op kruissnelheid. Dus ook weer, denk erover na hoe dat je je topics gaat kiezen en hoe dat je, hoeveel partitions dat je gaat aanhangen. Ook een beetje raar eigenlijk, als we de grafiekjes gaan kijken, het is vooral I.O. dat hem niet kan volgen, terwijl ja, een keer dat hij eigenlijk in gang is, hebben we de rechte situatie en dan gaat dat prima, wat dat heel bizar is. Ook qua netwerk krijg je hier ook zo wat rare toestanden. De linkse, als die producer nog niet opgewarmd is, veel meer transmit dan dat er receive wordt gedaan, terwijl bij de andere test zie je eigenlijk dat er veel meer een receive is dan een transmit, wat dat niet onbelangrijk is om te weten. Nog eentje dat ik heb vastgesteld, to batch or not to batch. Wat gaat Kafka standaard doen op een producer? Dat is eigenlijk proberen berichten te gaan bundelen en die in één keer gaan door te sturen, in plaats van die één voor één te doen. Hoe meer berichten dat je stuurt, hoe groter de kans dat hij eigenlijk die kan gaan bundelen om eigenlijk je netwerk te gaan besparen. Dat doet hij standaard met de standaard config. Je kunt dat wat gaan tunen van bijvoorbeeld, ja, je mag gerust bijvoorbeeld een seconde wachten en stuurt dan alle berichten dat je binnenkrijgt. Dat ben je niet gedaan. We hebben daar wel iets bij vastgesteld. Hè? Daarstraks heb ik je ook weer de beste resultaten laten zien. Maar als we hier gaan kijken naar 500 producers, 500 topics. De blauwe lijn is wanneer we batching toepassen. Dus er worden een aantal berichten gebundeld. De rode lijn geeft weer, ik doe dat niet. En dan zie je dat dat een klein beetje, trager reageert, maar niet om te zeggen wauw. Wat stellen we vast? Op de blauwe lijn staat er ook weer bij met een label. Er zijn daar wel 20 errors opgetreden. Als het nog verder duwde, dan gingen die errors ook weer direct naar 2.000, 3.000. Terwijl met een heel simpele fix batching uitzetten en ik kon veel verder gaan. Niet oninteressant, terwijl je net het omgekeerde zou gaan verwachten. Dus op een bepaalde loadpunt kan het interessant zijn om gewoon je batching aan uit te schakelen. Eentje om mee te kijken. Dat zijn ook een beetje de conclusies. Ik heb nu een aantal dingen aan jullie verteld. Nog een keer de samenvatting en misschien nog een aantal zaken dat ik nog niet duidelijk heb vermeld. Weinig CPU-gebruik, weinig RAM-gebruik. Java Heap heb ik ook gemonitord. Ik heb het niet aangedaan om die grafieken te bekijken, omdat het gewoon ook niet spectaculair is. Dat Heap-usage is heel normaal, is vrij laag. Wat is er wel interessant om in het achterhoofd te houden? Disk usage is belangrijk en network usage. Disk usage, niet alleen wat betreft de zuiverde belasting, hoeveel events dat je er gaat op loslaten, maar ook van hoeveel storage dat je op je disk hebt. Zowel de disk die dat je potentieel gaat gebruiken voor je Kafka-data, als je operating disk. Het er ook vanaf hoe dat je Kafka hebt geconfigureerd. Waarom? Als je disk space waar je data terecht op komt, volloopt, gedaan. Kafka gaat u niks laten weten. Allee, er gebeurt gewoon een exception en daar stopt het. Als je die data bijvoorbeeld dan toch op een of andere manier zelf manueel gaat opkuisen, er gaat niks meer gebeuren. Je zet je connectie met die broker kwijt. Dus dat is iets waar je moet gaan monitoren en effectief alerting gaan opzetten. Dus ook, het is niet dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van, we gaan nu even snel je log compaction gaan doen. Nee, daar stopt het. Hetzelfde op je operating system. Alleen in mijn geval, ik had gezegd dat hem op de disk waar dat mijn OS op stond, daar mogen je logs gaan opzetten, dus je error logs, je exceptions en zo. Als hem dan niet meer kan, dan zou je denken van ja, oké, hij gaat wel nog verder runnen, maar ja, jammer, je hebt geen logs meer. Nee, ook niet. Krijg je ook wederom een exception en is het ook weer gedaan en mogen het zelf gaan fixen. Heel vervelend dan trouwens. Max partitions per broker, dat is min of meer ook al aan de pas gekomen. Hè. Als je te veel partitions gaat pakken per topic, dan krijg je op een bepaald moment er te veel en dan kan die niet echt mee overweg. Waar ligt dat getal juist? Dat is nog iets dat een keer zou bekeken moeten worden. DNS-host nemen, als je de eerste keer Kafka-cluster gaat opzetten, dat gaat iets zijn dat je sowieso gaat googlen. Je gaat dat nu misschien bedenken, maar je gaat het sowieso vergeten. Ik heb er ook tegenaan gelopen. Kafka is heel gevoelig dat je hostname correct is ingesteld. Als die hostname, hij werkt niet op IP, dus je denkt om van, ah ja, IP, initieel gaat hij dat doen. Maar dan krijg je weer zo van die rare errors waar je niks kunt uitmaken. En dan gaat je zo zien, plots, ah, kan toch die hostname resolve. Dus zorg gewoon direct van de eerste keer dat je hostname records deftig in je DNS staan. Dat je het op een goede manier aanpakt, want anders, ja,
krijg je echt rare fout. Soms werkt het wel, soms niet. Dus zie dat je dat niet voor hebt. Gelijk dat ik al zei, debugging can be hard, ook voor die hostname dan. Een aantal tools die je daarbij kunnen helpen is Kafka Manager. Dat is een tool van Yahoo, dat is gewoon een simpele web UI dat je kunt draaien. Dat pakt ook niks in. En daarmee kun je een beetje heel gemakkelijk op een grafische manier gaan zien van waar zit je data, hoe zit het met je in-sync replica's, zijn al mijn brokers online, hoeveel topics zijn er. Je hebt dan ook die JMX monitor. Als je dat dan ook in die Kafka Manager inschakelt, kun je daar ook al wat grafiekjes uittrekken. Al zien van bijvoorbeeld die ratio dat ik daarnet weer gaf van die 1 minuut daar, hoeveel messages komen binnen, kan je daar ook allemaal direct op aflezen. Die JMX dingen kun je er ook zelf gaan ophalen met eender welke tool. Wij hebben daarvoor een Yolokia gebruikt. Is leuk om mee te spelen, kun je heel gemakkelijk als HTTP REST API gaan gebruiken. Kan handig zijn om te gebruiken. Zoals ik al zei, ja, het is wel een beetje uitzoeken welke metrics boeien nu en welke niet, want zijn er misschien 1000. Je kunt dan nog een keer per topic een metric gaan inschakelen. Je kunt per broker een metric gaan inschakelen. Je kunt uit de zookeeper nog metrics gaan inschakelen. Dus dat is dan weer het nadeel. Je hebt er eigenlijk een beetje te veel om nog duidelijk te zien wat er is. En dan uw in-sync replicas, dat heb ik ook min of meer al gezegd. Je kunt ook mooi gaan kijken waar dat die zitten en of dat oké is. To be continued, er zijn nog een aantal zaken dat met de mensen van Selligent verder gaan moeten doorgesproken worden. Moet nog wat extra testen gedaan worden, nog testen die, maar dat zo snel mogelijk de data wordt verspreid. We gaan eens gaan kijken naar wat dat compression van impact heeft. Dat zou normaal gezien positief moeten zijn. Uiteraard een klein beetje over het. Er is ook nog de vraag gekomen van wat met spinning disks, want in principe is Kafka een workload dat heel goed op spinning disks zou moeten gaan. Wat gebeurt er als we meerdere disks gaan gebruiken? Wat gebeurt er als we bijvoorbeeld 10 minuten lang de load constant houden? Want nu zitten we eigenlijk constant piekjes te genereren. Mixed workload, hè. Je hebt dat misschien gezien in mijn test. Ik heb altijd producer behandeld, daarna consumer. Wat als die twee met elkaar beginnen te interageren en eigenlijk wat je echte productie-environment gaan willen. Met de heap size kan nog wat gespeeld worden, maar tot hiertoe heb ik daar eigenlijk nog nooit een probleem mee gezien. En dan uiteraard de max partitions ten opzichte van een broker, dat is ook nog een vraag. Om mijn panda af te sluiten, ik weet niet of er bij jullie nog vragen zijn. Ik loop hier anders van namiddag ook nog wel rond, moest er u toch nog iets binnenschieten. En anders denk ik dat jullie nu naar de volgende sessie zouden mogen gaan. Oké, dank u wel in ieder geval.